De Pater Albrink Stichting PAS heeft voor het Fair Economic Development, FED Network, een workshop georganiseerd. In het FED Netwerk zitten naast de PAS ook het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO's en de stichtingen Wang Mama Peking, Sari, Landiwe en Maronage. De workshop was ter ondertekening van een regionale gedragscode voor NGO's. De studiedag is gehouden in samenwerking met het Caribbean Policy Development Center, CPDC. De gedragscode zal op een paar onderdelen na textueel worden aangepast. Vrijwel alle deelnemers hebben de intentie om de aangepaste code te ondertekenen. Aan de workshop hebben zo'n 35 organisaties deelgenomen. De gedragscode regelt wat onder een NGO wordt verstaan en hoe met financiële middelen moet worden omgegaan. Ook de relatie met overheden, donoren, gemeenschapsorganisaties, politieke partijen, media en andere NGO's is geregeld in de gedragscode.